Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze mooie bloemenrand haken en hij is echt fantastisch. Ik laat hem even zien, zo over de tafel. Hij is gehaakt aan de bruidssjaal die ik pas heb gehaakt. Maar allereerst wil ik jullie even bedanken voor de leuke reacties op mijn kanaal, want ja, ik ben begonnen met iets uit te leggen aan mijn dochter, maar ja, ze had geen oren erna. En toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik het filmen. Dus dit is al het resultaat. Ik heb al 70 filmpjes en ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Want ik wist niet dat zoveel mensen zoveel plezier van hebben. Maar we gaan nu beginnen met bloemenrand aan de bruidssjaal. Of bruidssjaal, ik heb hem genoemd als bruidssjaal omdat hij toch wit was. Maar nu heb ik die rand gehaakt en daar heb ik eerst een rij losse aan gehaakt. Maar ik ga jullie heel rustig uitleggen hoe dat ik deze leuke bloemetjes haak. En dan, ja, dan kan iedereen kan dit leren, want het zijn stokjes en lossen. En je kan het gewoon ook aan één stuk doorhaken. Maar eerst moet je om die bruidssjaal een rijtjes van losse en vaste gaan maken. En daar gaan we nu aan beginnen. Ik leg even de sjaal weg. Ik zet de camera zo goed mogelijk. En je hebt, ik ga eerst even vertellen wat je nodig hebt. Je hebt nodig weer nog een bolletje supersoft. Dan moet ik even kijken. Ja, het label heb ik ook hier. Dus het is supersoft van de Zeeman. En de bruidssjaal hebben we op haaknaald 6 gehaakt, maar de bloemetjes die gaan we nu haken op haaknaald nummer 4. En je hebt nog nodig een schaartje en je hebt nog nodig een stopnaaldje. Maar je hoeft niet veel draadjes af te werken, je kan in één keer doorhaken. En we zullen het heel rustig gaan uitleggen. En sorry voor de herrie, maar hiernaast zijn ze een nieuwe vloer aan het leggen, dus het zal nog wel eventjes duren, maar ik wilde het zo graag op film hebben. Je begint met een opzetlus en je haalt je haaknaald erdoor. En dan denk ik dat ik met het proeflapje, of tenminste het begin, dat is het makkelijkste uitleggen van de bruidssjaal. En dan steek je in een hoek, tussen de eerste en de tweede, daar haal je je haaknaald door en dan leg je je draad aan de achterkant. Dan sla je je draad om de haaknaald en je haalt hem op. Dan nog een keer omslaan en dan door 2 en dan heb je meteen een vaste. En dan ga je 4 lossen doen, 1, 2, 3, 4 en die zet je vast in de ene laatste stokje, dus daar zet je hem in met een vaste. Dan weer 4 lossen en dan zet je hem vast hier in die opening tussen de stokjes in met een vaste. Dan weer 4 lossen en dan zet je hem vast in de tweede van, of de ene laatste, met een vaste. 4 lossen en vast in de opening. Eén, twee, drie, vier. En een vaste. Kijk, en dan krijg je die lusjes. En dan ga je helemaal verder en bovenaan doe je precies hetzelfde, maar ik haak nog even mee. 1, 2, 3, 4 lossen en een vaste, 4 lossen en een vaste, 1, 2, 3, 4 lossen en dan weer een vaste in de opening, 4 lossen. En dan hier bovenaan doe je ook weer 1 na laatste stokje pak je een vaste en weer 4 lossen
en dan in de bovenste opening van de sjaal weer een vaste, 4 losse en het ene laatste stokje, een vaste, 1, 2, 3, 4 losse, in de opening een vaste, 1. En zo maak je de hele toer af en op het einde zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer en hoe eindig je bij die 4 stokjes en hoe doe je dat dan? Je zet er weer 1 vaste hier op het laatste, ene laatste stokje en dan doe je 2 losse, 1, 2 en dan weer op het laatste tussen het eerste en het tweede stokje in, dan zit die lekker vast, dan zet je een vaste in, dan weer 1, 2, 3 losse en dan keer je je werk. Dan gaan we aan de tweede toer van de rand beginnen. Kijk, en dan zit je werk aan de achterkant er zo uit. Maar dan gaan we nog een toer maken met lossen. En we hebben net 3 lossen gedaan. Dat is eigenlijk meer een stokje dan, hè. Maar nu moeten we naar deze opening. Dus ik zet er nog 2 lossen bij. En dan zet je in die lus je vaste. En dan doe je weer 4 lossen, maar dan ga je ze allemaal in de lussen vastzetten. En dat is de tweede toer, weer 4 lossen en in de lus zet je ze vast met een vaste, 1, 2, 3, 4 en dan zet je ze vast in de opening. Dus dit is een hele makkelijke toer, dus allemaal om het begin van de bloemetjes te krijgen, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 en ook hierbovenin ga je gewoon verder met het patroon, 4 losse en een vaste. Kijk, hier ben je bovenin, daar heb je 4 lusjes, maar dan pak je weer gewoon in een lusje en je zet er weer 1, 2, 3, 4 en het volgende lusje pak je weer een vaste, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Als het te snel gaat dan zet je de video stil, maar het is een hele makkelijke toer, want je haakt gewoon vaste in de lusjes. Zie je? Ik zal even de camera er goed op zetten en ik zal de sjaal er even bij pakken hoe ik het gedaan heb. Ik heb het natuurlijk van tevoren allemaal een beetje al uit zitten dokteren wat het mooiste wordt. Kijk, dit is gewoon de sjaal en dan krijg je hier 2 toeren met vaste en 4 losse. Alleen de eerste toer zet je ze nog even in die stokjes en de tweede toer pak je alleen maar de boogjes, 1, 2, 3, 4 en in het boogje weer een vaste, 1, 2, 3, 4 en in het boogje een vaste, 1, 2, 3, 4. Ik haak even mee tot het eind. En in het laatste boogje zet je weer een vaste. En dat is toer 2. Nou gaan we aan de bloemetjes beginnen. Dus we zetten heel eventjes 1, 2, 3 lossen. En dan keren we weer het werk, dus je zorgt weer dat je je sjaal keert en je touwtje aan de onderkant houdt. Even wat garen pakken.
En dan gaan we de bloemetjes maken. En hoe maken we die? We zetten eerst even een vaste hier in het midden. En dan gaan we aan het bloemetje beginnen. En het bloemetje is heel makkelijk, maar je moet het weten. Je zet 8 lossen op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En in de vierde ga je weer insteken. 1, 2, 3, 4. En dan pak je een halve vaste. Dus je haalt je draad op door 2. Kijk, dan heb je hier zo'n rondje. Dan maak je 3 lossen. En dit telt mee als eerste stokje. En dan ga je weer draad omslaan. En dan zorg je gewoon dat je dit rondje in je duim houdt. En dan ga je 2 stokjes in de ring maken. En dan ga je weer 3 lossen maken. 1, 2, 3. Dit telt weer als een stokje. En dan ga je weer in het boogje. En die zet je vast met een halve vaste. En dit is al je eerste bloemblaadje. En dit ga je nog 4 keer zo doen. Of 3 keer, sorry. 1, 2, 3 lossen. 2 stokjes. En 3 lossen. Dan ga je weer in het bloemblaadje. Je haalt je draad op. En je haalt hem door 1. Dus de halve vaste. Dit is je tweede blaadje. Dan weer 3 lossen, insteken, draad ophalen, door 2, dus een stokje, nog een stokje en weer 3 lossen. Je kan dit heel snel eigenlijk doorhaken, maar je moet weten even wat je moet doen. Je haalt je draad op, met een halve vaste zet je het blaadje vast. Je hebt al 3 blaadjes. Dan weer 1, 2, 3 lossen. Dan weer 2 stokjes. En weer 3 lossen. En die zet je hier weer vast. In de opening. Met een halve vaste. En dan ben je klaar met je bloemetje. Dan ga je gewoon verder haken met 4 lossen. Dat doe je elke keer na een bloemetje. Haak je 4 lossen en dan ga je weer verder haken in je rand, maar je slaat 1 lusje over en je pakt, dus deze sla je over, hier heeft er een, staat een bloemetje in, deze sla je over, maar je pakt deze, die lus, je slaat je draad op en je zet er een vaste even in. Je zet dus eigenlijk elke keer even een vaste voordat je een bloemetje gaat haken. Ja, het is echt een schattig bloemetje. Dan ga je weer 8 lossen doen. Een, twee, drie. In de vierde steek je in. Dan zet je een halve vaste, dus je haalt je draad op en meteen door 2. Kijk, en je hebt alweer het rondje. En dan doe je weer elke keer 3 lossen. 2 stokjes in de opening. Nergens naar kijken, alleen maar zorgen dat je die bloemblaadjes haakt. 3 lossen in de opening, een halve vaste, weer 3 lossen, 2 stokjes en 3 lossen. Die zet je weer vast in de opening met een halve vaste. Kijk, en dan kan je ook een beetje je bloemblaadje opzij schuiven. Trek je weer een beetje aan je draad. 3 lossen. 2 stokjes. En 3 lossen. En je zet hem weer vast met een halve vaste. Blaadje nummer 3. 3 lossen. Moet even garen pakken. En je zorgt dat het blaadje ook voor je ligt, hè? Dat je je duim erop houdt. 2 stokjes. En weer 3 lossen. Als ik te snel ga, dan moet je even de video stopzetten en even zelf verder haken. Maar het beste is eerst even goed kijken.
wat ik aan het doen ben. Kijk, ik heb hem vastgezet met een halve vaste en je hebt weer 4 blaadjes en dan ga je weer 4 losse doen, want dan werk je weer naar je rand toe en je hebt je blaadje hier vastgezet in die opening en je slaat er 1 over en dan pak je weer deze opening, de volgende, daar zet je wel even een vaste in, zo. En dan ga je weer verder met je bloemblaadjes. Je bloemblaadjes is 8 lossen en dan insteken in die vierde en dan ga je je bloemblaadjes weer maken. En zo kan je deze hele rand maken. Je moet het even weten en als je het weet, dan kan je gewoon overal leuke bloemetjes aanhaken. Ik zou zeggen graag hier duimpje omhoog, abonneer hieronder op mijn foto en bedankt voor het kijken en tot de volgende video.